Hij is echt sceptisch. Ik geloof er niks van. Oké, nou. Oh, deze is echt goed, hè. Wat? Nee, dit ga ik niet dragen, bro. Hier heb je niet heel veel. Zo. Dames en heren, welkom bij de Knop Game Show, de allerleukste show van YouTube Nederland. Hier te zien op het Prime Video kanaal. Waanzinnig dat jullie er zijn. We hebben weer gasten. Ik ga ze even voorstellen. We hebben Kleine John, Tajula en Sean Demmers. Ja, 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 ja. Welkom, heren. Dankjewel. Dankjewel. Laten we gewoon gelijk beginnen met de eerste ronde. Maar ik ga even uitleggen nog in het kort wat we gaan doen. Je ziet hier allemaal spellen. We gaan 5 rondes spelen. En in elke ronde vallen er punten te verdienen. Degene met de meeste punten aan het einde van de aflevering, die wint een waanzinnige prijs. En hoe? Het is echt weer een goede prijs. Het is echt niet normaal. We gaan beginnen met de eerste ronde. Ik vind dit zo spannend. Wat is het? Zo lang. Oh, ja, het is echt lang, hè? Wat wordt het? Oh, de grote verkoop je zielveiling. Oh, waarom heb je dat gezegd? We gaan even... Dit is natuurlijk de eerste keer dat we dit spelen, dus we moeten even kijken naar een fragment van B&B Bankzitters. Daar wordt dit ook gedaan. Laten we even kijken naar dit fragment. Een gewaarschuwd mens telt 1, 2. Dit is hem. 4000 euro. 4000 euro. 3000 euro. 1600 euro. Wie gaat ervoor? 1600 euro. Koen is in de race. Hij wil er weer voor gaan. 1500 euro is wacht bij Koen. Dat is de regeringlijn zo. Euro. Let's echt op. Wat? Nee, dit ga je niet dragen, bro. Ben je wat? Is dat zo goed? Dit gaan we niet dragen, bro. De hele aflevering, hè? Ja, doei. Jullie maken grappig, hoor. Oké, dit was even een voorbeeld. Dit is niet daadwerkelijk de opdracht die we gaan uitvoeren. Maar we gaan wel iets anders leuks doen. En daarvoor moeten we even naar de andere kant lopen. Dus lopen jullie even mee naar deze kant. Order! De grote verkoop je ziel veiling. Ik zal het nog één keer even uitleggen. We beginnen dus de veiling met 10 punten. Probeer elkaar een beetje naar beneden te bieden en die wilt dit echt, want het is geen moeilijke opdracht. Het is niet pijnlijk, het is niet vies. Het is een prima opdracht, goed uit te voeren. Dus neem dat mee in je beslissing. Oké, ik haal hem even tevoorschijn. Komt ie? Het is een pakje. Dit is prima te doen en ja, we beginnen gewoon met 10 punten. En dit is een universele maat. Ja, Sean, nice. Hoppa, 10 punten voor Sean. 10 punten voor Sean. Fuck. 10 punten. Hoor ik 9. Speel, hè? 9 is echt heel veel punten. Pas goed bij die shirt. Eén bal, allemaal verkocht bij Sean voor 10 punten. Ik had zo in mijn hoofd van dit is slim, want dan gaan jullie nog wel erna. Dat begrijp ik. Wil jij mijn 10 punten? Nee, joh. We gaan door. We gaan terug naar de tafel. Sean, gefeliciteerd met je 10 punten. Lekker gedaan. Daar gaan we. Terug. Ja, daar zijn we weer. De tussenstand is als volgt. Kleine John, 0 punten. Tajula, ook 0 punten. En aan kop. Sean Demmers. Met 10 punten. Ik dacht dat je kleren aan zou houden. Ja, dat was de afspraak. Sean een lintje. Jank je linker tiet even op die bal, dan gaan we door naar de volgende ronde. Oké. Waanzinnig. Woorden. En wat is het geworden? Het woord! Check de bio! Oh mijn god. Wat gaan we doen? Check de bio, het is niet normaal. Jullie zien zo op het scherm, zien jullie 3 titels. En ik ga jullie een tekstje voorlezen. En in dat tekstje, daar praat ik over 1 van de 3 titels. En ik heb al een paar key dingen eruit gelaten, maar jullie moeten dus raden aan de hand van de tekst die ik jullie voorlees over welke titel gaat dit. Mm-hmm. Aangezien Sean letterlijk zijn ziel heeft verkocht voor 10 punten, moeten we wel iets meer punten in de strijd gooien om dit nog goed te maken. Klopt. Dus, ja, dat is leuk. Dus degene die dit wint krijgt van mij 3 punten. 3 punten, ja? Ja, ja. Ja. 3 punten. Ja. Dit zijn de 3 titels waar jullie uit kunnen kiezen. Giannis, dat is een basketballer.
Sergio Ramos, el croissant de Sergio Ramos. Hij zegt croissant. Ja, dat is verstandig. Croissant. El croissant de Sergio Ramos. En dan hebben we de laatste, is Fernando. Dit is allemaal te zien op Prime Video uiteraard. Dus ik ga een tekst voorlezen en jullie moeten raden op welke titel deze tekst dus slaat. Oké. Daar komt ie. Ontdek het echte verhaal achter, puntje, 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 een van de meest gevierde kampioenen van het puntje, puntje, puntje. Neem een kijkje achter de schermen tijdens het puntje, puntje, seizoen. Puntje, puntje, puntje. Ja. Volg hem terwijl hij traint, worstelt met nederlagen, waardevolle lessen leert, zijn puntje, puntje, puntje viert en zich thuis ontspant. Ik moet zeggen, het is een... alle drie zijn, ja, dit is, bro. Dit is... Dit is gewoon gokken. Dit is wat jij in je vrije tijd doet. Hier heb je niet heel veel. Heb je een idee? Ik denk het wel. Wat was die laatste achter de schermen iets? Nee, dat hoeft niet. Dat even bij mij. Daarom wist ik ook welke het was. Ik weet het al. Oké. Als je nu hetzelfde gaat schrijven als ik. Nee, misschien heb jij wel hetzelfde gedaan als mij. Oké. Kleine John, we beginnen bij jou. Wat denk jij dat het is? Fernando. Sergio Ramos. Sergio. Sergio. Voor 3 punten. Oei. We gaan kijken welke het is geworden. Sergio Ramos. Oeh. Is het goede antwoord. Si. De Real Madrid legende. Ja. De Madrileen. Is het een voetballer? Dit gaat echt over voetbal. Je weet niet wie het is. Kijk, ik heb het echte verhaal achter Sergio. Een van de meest gevierde kampioenen van het voetbal en aanvoerder van Real Madrid. En het nationale Spaanse team. Ja, die zin was gewoon. Je kreeg gewoon een woord en de rest van de zin was weg. Maakt niet uit. Kleine John, nog steeds 0 punten. Ja, geen suikers. Nee. We hadden het 0. Komt goed. Daar gaan we veranderingen komen. Tajula heeft 3 punten. Erbij, wat een totaal brengt van 3 punten. En Shanalientje. Shaniqua. 13 punten, lekker gedaan, Sean. Fantastisch. Ja, lekker, hè? We gaan door naar het volgende spel. TJ, hit it! Jij bent TJ! TJ! Ik ben TJ. Slow. Heel gek hoor, dit. Ja, community bepaald. Oké, voor community bepaald moeten we even een kleine switch maken in wat jullie allemaal voor je hebben. Dus dan gaan we even een kleine swipe maken. Jullie hebben voor jullie een stuk klei, verschillende kleuren. En het is de bedoeling dat jullie mij gaan namaken. Daarvoor hebben jullie 5 minuten de tijd. Jou gaan namaken? Ja, met het klei wat je voor je hebt. Na die 5 minuten gaan we foto's van jullie prachtige meesterwerken maken. En dan mag de community van Prime Video bepalen wie er uiteindelijk met de punten vandoor gaat. Okay. En omdat Sean zijn ziel verkocht heeft voor 10 punten, moeten we de punten een beetje omhoog gooien om het spannend te maken. Dus we gaan spelen voor 5 punten. Waar heb ik dit voor gedaan? Zijn jullie klaar voor, jongens? Ja. Gaan we beginnen. 3, 2, 1, start de klok. Gaan jullie echt nog doen alsof jullie weten wat jullie doen? Ja, maar je bent je klei aan het masseren. Wat ben je nou aan het doen? Wil je dat ik je goed maak of niet? Ja, ik wil dat ik... Ja, sorry. Wat ga je met dat rood doen? Je neus. Ik weet niet, hier ben je een beetje verlegen. John, ik ben op zich wel te spreken over jou. Hey. Je doet het niet... Ik heb die punten nodig. Ja. Oh, deze is echt goed, hé. Hey. 3, 2, 1 en stoppen. Sean, laat me zien wat je gemaakt hebt. Wat heb jij aan elkaar? Ja, dat ben ik. Dat ben ik. Ja, dankjewel, Sean. Ik zeg je eerlijk, die neus? Die is goed, hè? Vader, hè? Hoe heb je die neus gemaakt? Gewoon met die achterkant van die stift zo in zijn neus. Oh. Wauw. Hey, creatief. Oh, door die neus kan hij nog winnen ook. Joël, dan ben jij de volgende. Oké. Wauw. Oké. Heerlijk? Oké. Wauw. Kan je ons even meenemen? Frank, je hebt blonde haren. Ja, dus ik heb een paar... ja, dat klopt. Je hebt groene ogen, zei je net. Ja. Maar wel donkere pupillen natuurlijk. Ja. Wauw. Dankjewel, Joël. Je hoort me toch? Ja, ik hoor je. Ja, ik hoor je. Dankjewel, Joël. Okay. Gaan we door naar onze laatste protégé, Kleine John, vertel. Nou, dit is op zich, ik vind het haar goed gelukt. Snap je, die haren gaan naar links of naar rechts. Ja, precies. Ik hoor je. Wenkbrauw, beetje te donker, maar... Ja. Het is maar een schaduw, hè? Die baard is belangrijk, hè? Die baard is heel belangrijk, zeker. Ik heb mijn best gedaan, dit is kunst. Kijk, je moet niet precies hetzelfde Wat, blauwe proberen. Lippen? Ja. Ja, dat is vrije interpretatie natuurlijk. Nee, hij had net blauw snoepje op. Oh, klopt. Ja. Ja, fair. Ja, ik hoor je. Ja, Prime ook blauw, snap je? Oh. Ik hoor je. Oké, wij gaan hier foto's van maken. En dan zullen we uiteindelijk aan het einde van de aflevering zien wie er vandoor gaat met de 5 punten. Okay. 5? Ja. Dat was toch 3? Shit, ik moest het anders 5. Doen. Nee, we gaan naar 5. Oh. We gaan naar 5. Ja, er is niet op de klop geslagen. Klop. Hit it. Ja. Hit it. Oh. Hit it.
Daar gaan we heen, daar gaan we heen. Nog eens? Zeg nog eens. Nee. Oh, Tata Ouders. Tata. Dit spel, dat staat in het teken van de film De Tata's. Ja. Tata's. En we kunnen daar even een fragmentje van kijken. Zullen we dat even doen? Let's go. Ja. Leuk. Ah, kijk er wel een beetje uit, ik wil nog kleinkinderen. En een soldaatpa. Alsjeblieft, doe niet gangster. En wat zie je nou? Ewa. Richard. Hallo. Pa, wat kom je doen? Een paar nachtjes slapen? Wat? Fuck opa. Ben je ook scared nu? Wie ben jij dan? Ja, dat zou jij wel willen weten, hè? André Rieu. Heel graag, opaatje de zup. Ik hou van deze man! Is hij dood? Ik hoop het wel. Dat hoor ik. Ja, we keken naar een fragment van De Tata's 2 en dat is nu te zien op Prime Video. Oké, daar staan hier drie straattaalwoorden. Ja, Sjans. Wat? Waarom reageren zo? Omdat ik weet dat jij er goed in bent. We zien hier drie straattaalwoorden. Eentje daarvan is geen straattaalwoord. Wat de bedoeling is dat jullie dus opschrijven welk woord van deze drie niet een straattaalwoord is. En wat dus mag, jullie mogen dus met z'n drie overleggen om één van deze drie begrippen vragen aan mij van hey, kan je dit in een zin gebruiken? Of vragen om het begrip. Oké. Okay. Ja? Oké. De drie woorden zijn skeps, jai, spijker. Mag ik weten wie dit op je opgeschreven heeft? Ja, Jai, hè? Wie heeft Jai geschreven? Is dat geen Jai? Jai. Ik zeg, we checken wat Jai is. Wat zeg jij? Weet ik veel. Geen idee. Okay, ik wil de betekenis van skeps. De betekenis van skeps is opschepper. Oké, okay. Dus opschepper ofzo. Skepsen. Wil je het in de zin? Wil je het in de zin gebruiken? Ja. Wil je skeps in de zin? Ja. Wil je het daarover eens? Ja. Hij is echt skeps. Ik geloof er niks van. Oké, nou, goed. Als we deze fout hebben. Zeg maar, jongens. Skepinho. Skeps. Skeps. Ik heb ook skeps. Jij hebt ook skeps? Ja. Oké, en dan het antwoord waar we met z'n allen heel erg benieuwd naar zijn. Sean. Is skeps? Nee, skeps, dat meen je niet. Ja. Wat is geen straattaalwoord? Ik ga niet zeggen skeps. Het antwoord is skeps. Ja. Ik zeg je eerlijk. Ik begon te twijfelen. Ik twijfelde met spijker. Ah, nee, maar wacht even, wat was de rest dan? Wat was de rest? Jai is laat. Ja. Spijker is gieriger. Jullie hebben allemaal 5 punten erbij. Ja, dit is een waanzinnige score. Kleine John, 5 punten. Tejula, 8 punten. En Sean, 18 punten. Yo, 18. Shaniqua, lekker man. Hey. Ze zijn niet spijker met punten hier, hoor. Zeker niet. Hey, zie je? Je leert snel ook. Jongens. Hoi. Wacht door. Pam. Nee, het is terug naar toen. Oh, terug naar toen. Dat is waanzinnig. Ik zal je gelijk even uitleggen wat de bedoeling is. Wij hebben op het scherm 4 foto's van ons vieren. Aan jullie de taak om elke foto dus te rangschikken. Maar we maken het nog wel even extra leuk, want je kan dus, als je de volgorde goed hebt, kan je dus punten verdienen. Maar ook als je het jaartal erachter zet. Oh, oké. Normaal gesproken doen we 1 punt, maar hey. Nu doen we 2 punten per goed antwoord. Dus voor de volgorde en voor het jaartal. Bring me the pictures. Oké, dan gaan we kijken naar het scherm. Welke foto's hebben we gekozen? Oh, Joël. Oh. Een hele vieze selfie van Joël. Dan hebben we Sean, die aan het sporten is bij Beukers. Joël. Is dat volgens mij? Dan hebben we even John. Dat is gewoon een flex in de auto, is dat volgens mij toch? Zonder krullen. Ja, en dit ben ik met de voetballer Ben Yedder. Aan jullie de taak van oud naar nieuw de volgorde bij te schrijven en vergeet dat jaartal niet. Dat is heel belangrijk. Jullie mogen even rondlopen om de foto beter te bekijken als jullie het niet goed kunnen zien. Ik zeg je eerlijk, die van Tajula zo niet te lezen. Ik begrijp niks. Dit kan gewoon gisteren zijn, ja, maar ook gewoon 2016. Ja. We zijn nu in 2020. Oké, okay. Moi. 19. Wat zei je nou? Waarom zei je dat? Ja, ik hoor hem ook. 3, 2, 1. Sean. Hey, stift in punt aftrek, punt. Hij heeft al 18, dus 16 mag ook. Maar, Sean. Ja, het is een beetje zooi bij mij, maar ik ga het zeg even maar toelichten. Ik heb 2018, Frank. Oké. Okay. Ik zelf zat in 2019 hier, oh. Omdat jij zei 19 en nu 22 ben. 2020, kleine John. En dan Tajula in 2021.
Joël, vertel. Ik heb mijzelf op 2021. Ja. Sean Demmers heb ik 2022. Oké. Okay. Kleine John heb ik 2020. En Frank heb ik 2019. Okay, ik zei, dus... laat jullie niet voelen, maar ja. Ik ga even de naam achter zetten, ja? Ja, graag, want het is ook niet op volgorde. Kleine John, vertel. Oké. Okay. Oké. Okay. 2017, Tajula, 2018. Het is allemaal voor corona natuurlijk. Frank, 2019. En ikzelf, 2022. Nee joh. Is twee jaar geleden voor is jou. Is dit 2022 voor jou? Nee joh. Oh ja? God. Don't let you fool. Jullie zijn gevallen. Ik zei 19, ik wou echt letterlijk 1983 zeggen. Getackled. Slaap je. Oké, nu we de antwoorden hebben, gaan we kijken naar de volgorde van de foto's en de jaartallen die daarbij horen. Oh mijn god. Oh, ik had hem bijna goed. Hè? Ik heb eentje fout. Zat jij ik heb eentje fout. Jij zat in corona, had jij die wedstrijd. Het stadion is leeg, maat. Oh. Hoe zie ik dat niet? Dat jullie goed. Hoe zie ik dat niet? Sean. Ja. Kan je even je bord draaien? Ik heb er twee goed. Mezelf en Tajula in 2021. Ja, oké. Okay. Dus, en de jaartallen? Heb je er geen één goed? Volgordes? Oh nee, volgorde heb ik er zeg maar geen één goed. Oké. Okay. Volgorde hebben we dus... Maar jaartallen? Daar twee goed. Totaal dus 4 punten. Joël. Ja, mijn volgorde is niet zo boem. Maar... ik heb alleen mezelf goed eigenlijk. En de rest had gewoon een qua jaar bedoel je? Ja, ja. Qua jaar. Oké, okay. En dan... Qua John, volgorde heb ik Sean goed. Okay. Zelf goed. En qua jaartal mezelf. Dus... Bada boom boom boom. Oké. Okay. Jula, ik laat achter. Met één punt, maar mag gewoon. Oké, oké, oké. Dat brengt ons op de volgende tussenstand. Namelijk Tajula 10 punten. John 11 punten. En Sean 22 punten. Waanzinnig. Wauw. Wow. En dan gaan we dus nu naar community bepaald. Want natuurlijk heeft de community bepaald welke natuurlijk het beste gekleid heeft. Ja. En dat is dus... Voor 13 punten. Dus iedereen 13? Kan nog winnen. Het is ongelooflijk. Iedereen kan nog winnen. Voor 13 punten. Die community bepaalt. Serieus? Het is echt bizar. Ik ga iedereen trots maken, Tess. 13 punten community bepaald. Wat bizar ineens, 13 punten. Opeens. Wat een uitslag. Oh. Wat een uitslag. En ze waren, nagenoegen, unaniem. De winnaar van deze aflevering is geworden. Kleine John, ja hoor. Allereerst, hier toch? Dankjewel, mama. Hier toch? Dankjewel, iedereen thuis. Community, dankjewel. Boys, dankjewel voor meedoen. 100. Tuurlijk, vriend. Tuurlijk. Gefeliciteerd. Sean, wat gaat er door je heen? Ik ga het cadeau even halen en dan kom ik even bij je terug, ja? Let's go. Nee. Wauw. Hey, dat was wel lekker. Mama. Mama, dit is voor u. Het is, ja, het is niet normaal. Het was, we moesten het echt helemaal laten importeren uit een ander land om... Duitsland, wagen. Ja. Op de wielen waren op. Dus, without further ado, John, hier is jouw prijs, jongen. Een... Wow! Eenwieler! Maar ontbreekt wel een trapper en de band is lek. Maar het is wel voor jou! Wow! Yes! Alsjeblieft! Wow, hoeveel pk's? Ja, dit is niet normaal. Ik denk 150 of dit zo. Dit is sowieso van Audi. Ja, er zit dus wel één trap op, dus je kan een beetje moeilijk trappen, maar... En band is lek ook, hè? En band is lek, maar... achterop bij hem. Ja, dit gaat goed, dit ja, gaat toch? Goed, dit gaat 3, goed. 3, 2, 1, stuur... Oh! Oh. Oh, dit is... Nog dit even, is zo, dit is zo. Nog even oefenen. Oh. En zo zie je maar weer, we maken mensen nog gelukkiger in de Knop Game Show. Dus bij de volgende aflevering zorg dat jullie er weer zijn. Gasten, bedankt. Jullie waren fantastisch. Dankjewel, Klein John. Gefeliciteerd met de overwinning. Dankjewel. Vergeet niet te abonneren op dit fantastische YouTube-kanaal en de video te liken. Dat zouden we ook heel erg waarderen. En dan zien we je graag bij de volgende aflevering. Ciao! Woehoe!